Ja, goedenavond. 2 minuten geleden. Toen was het nog goedemiddag. Goedenavond. Hier is Massa Positivo. Ja, Sinterklaas. Het duurt nog een paar weken, maar dan is het zover. En nu overal in Nederland zijn er intochten van Sinterklaas en hulp Sinterklaas. En dan krijgen we weer sinds een paar jaar althans. Ik was bijna zeggen eeuwenlang. Nee, sinds een paar jaar de discussie van... Zwarte Piet, discriminatie, slavernij, ga ze maar door. Nu in Maassluis is de intocht morgen met zelfs zware beveiliging, toegangscontrole, beveiligers, demonstraties, ga ze maar door. Ik denk op een gegeven moment, waar gaat het over tegenwoordig? Waar gaat het over? Een kinderfeestje, wat je vooral zo moet houden. En... slavernij is natuurlijk helemaal nergens op gebaseerd. Want als het zo ergens op gebaseerd zou zijn, zal het 5 jaar geleden, 10 jaar geleden, 15 jaar geleden, 100 jaar geleden al een keer tot uiting zijn gebracht. Dat is dus nooit gebeurd. En in één keer, sinds een paar jaar, dan is het in één keer een discussie geworden. En volgens mij zijn er belangrijke dingen in het leven dan de discussie over slavernij, Zwarte Piet. Het is gewoon een kinderfeestje, bijna een sprookje. Iets wat juist bedoeld is, heel nadrukkelijk voor de kinderen. En de volwassene mensen moeten gewoon hier niet te veel bij nadenken, want het gaat vaak helemaal nergens over. Laat iedereen gewoon lekker zijn eigen ding doen. Dus ik steun... het standpunt niet van Zwarte Piet moet weg. We moeten gewoon lekker doorgaan en traditie in leven houden. Want dat is gewoon heel erg belangrijk. Want ik vind het allemaal niet spannend. Het belangrijkste is dat de kinderen ervan genieten. En iets wat een traditie is, wat er zo lang bestaat. Mijn vraag is, misschien kan jij de antwoord op geven. Hoe lang is het Sinterklaas... feest er al in Nederland. En het is echt iets wat bij Nederland hoort. En tradities moet je niet willen doorbreken. Moet je gewoon houden. En in stand willen houden. Massa Positivo. Tot de volgende keer. Zwarte Piet moet blijven. Sterker nog. Zwarte Piet is er gewoon. En dat moet je gewoon accepteren. En verder. Elke discussie ga ik zeker niet aan. En... het is gewoon een feit dat Zwarte Piet er is. En daar wil ik het mee afsluiten. Maar zo positief ook. Tot de volgende keer.